Ik ben altijd heel erg van snel, snel, snel. Ik heb eigenlijk altijd wel haast. Dus ik dacht, ik gooi snel even wat gevroren fruit in de shake in plaats van gevroren fruit. Want dan hoef ik het niet helemaal te wassen. Maar dat is dus ook niet helemaal super, want dan wordt dus je shake super koud. Misschien voor de zomer wel lekker, maar ik heb altijd heel erg moeite om iets wat heel koud of heel heet is snel te drinken. En als je dat dan heel snel drinkt, dan stijgt het echt naar je kop. Dan krijg je een soort van steek in je hoofd. Lijkt me helemaal niet goed, maar een soort brain freeze. Ja, zo heet het toch? Nou en, ik moet nu gewoon even doordrinken, want ik moet gaan! Ik maak nu vast even mijn drinken voor tijdens het trainen. En daarvoor gebruik ik dit. Hades. Nou, ik vind dit echt super. Ik gebruik nooit pre-workouts, omdat ik daar niet tegen kan. Ik krijg dan echt zo'n vaag gevoel. En ja, ik hou daar gewoon niet van. Ik vind het niet prettig. Het wordt eigenlijk pas geactiveerd als je al aan het trainen bent. Dus tijdens de training voel ik, ja, misschien is het gewoon placebo effect of niet. Maar ik voel me gewoon echt wat sterker. Ik voel dat ik meer energie krijg, dat alles makkelijker gaat. En het is echt, ik heb echt van alles geprobeerd. En dit is echt, voor mij werkt dit echt top. Dus je kunt hem ook bestellen bij Body & Fit. Check hieronder even de link. En vandaag ga ik weer naar Shapewell Inn in Amsterdam. Ik ga daar een training doen. Oh ja, met mijn OneFit pasje. En deze training wordt de training van week 2 voor Tony Mara. Here we go again. Bloed, zweet en tranen. En weer 523 calorieën verbrand. Nou, ik ga beginnen met wat workouts opnemen. Vandaag hier voor het YouTube kanaal. Dus abonneer je vooral op het YouTube kanaal. Deze hoepelworkout ga ik ook mijn hartslagmeter gebruiken, zodat ik aan jullie kan laten zien hoeveel calorieën je verbrandt met een hoepel. Zo, oké. Hij gaat al vet snel omhoog. Wacht, ik heb namelijk in 5 minuten precies 50 calorieën verbrand. Dus dat is een heel mooi rekensommetje. Als je dit dus 10 keer 5 minuten doet, dan doe ik je een hele workout. En als het je niet interesseert, dan kun je ophoepelen. En dit is mijn buik. It's a wrap. Althans, ik denk dat ik genoeg heb opgenomen. Ik ben in ieder geval kapot. Verkouden. 3 uur trainen. Ik ben er klaar mee. Ik ben mijn spullen lekker aan het opruimen. En daarna lekker naar huis. Ik heb besloten dat ik veel te erg trek heb om nu eerst nog boodschappen te gaan doen. Dus ik ga nu eerst... Oké, mijn vriend heeft ook eieren gegeten, dus ik moet ook nu blijkbaar
weer gaan afwassen eerst voordat ik ook een ei kan gaan eten. Dus ik ga eerst even heel snel één boterhammetje met pindakaas. Oh, wat kan een eitje toch lekker zijn. En daar kan ik nou zo blij van worden. Lekker gegeten weer en dan een koffietje. En dan ga ik snel even alle filmpjes op de computer zetten. En even sorteren. En dan deze keuken opruimen. Oh ja, dit vind ik nou ook echt vreselijk. Hoezo? Kippenkluitjes. Lekker. Oké, één keertje. Is dat wel de bedoeling zo? Ja, andersom. Pas op, straks val je weer. Ik doe ook een spelletje. Dan moet je zo ver mogelijk jam. Oké, maar je bent net gevallen. 2, 2. Pop op. Oké, kom ja? Oké. Jootje. Kluntje, wat is het met jou vandaag? Kom, we gaan. Je bent gewoon moe. Meisjeshulp. Weer meisjeshulp, waarom? Ja, want ik heb Hulk smoothie opgedronken bij de opvang. Jee, we staan op de brug. En nu? Huh? Hm? Ja, de keynote. Oh, oké. Het zal wel. Kom, we gaan eten maken, joh. Wauw. Aan het maken voor het entertainment wat ik regel op een feest op in Club & Suite aanstaande zaterdag. Ik ga daar even snel doorheen, want ik wil eigenlijk vroeg slapen. Het is nu al 8:50, dus ik hoop hier om 10:00 mee klaar te zijn. Om 4:45 moet ik weer de deur uit, dus om 4:00 moet ik opstaan voor een vlucht. Dus morgenochtend moet ik weer vliegen voor Transavia. En dan als ik in de middag terugkom, dan hoop ik dat ik net op tijd terug ben. Viola van school te halen en naar Turner te brengen. En dan kan ik weer verder met mijn fitness gebeuren. Waar ik nu alweer zin in heb. Dus ik ga snel verder. En last but not least sluit ik deze dag af met een eiwitshake. Want ik heb vandaag heel erg hard getraind en ik voel nu al heel erg spierpijn. Dus ik heb het echt hard nodig. Ik ga deze nemen van Body & Fit. Caseïne.